is natuurlijk verschrikkelijk, ongelooflijk. Het UWV is een puinhoop en de minister is niet op de hoogte. Woede bij Kamerleden dinsdagmiddag in het wekelijkse vragenuur vanwege gevangenen die ten onrechte een uitkering krijgen. Nieuwsuur ontdekte dat het UWV bij veel gevangenen de mist ingaat en het geld blijft uitbetalen. En dat terwijl iemand die achter de tralies belandt helemaal geen recht heeft op een uitkering. En de minister staat echt in zijn hemd, want die wist het niet. Terwijl gewone Nederlanders daar heel hard voor moeten werken, krijgen de gevangenen gratis geld. Ja, dat hebben we eerder gezien bij de Polenfraude. Dus ik vind het volstrekt onbegrijpelijk en onacceptabel dat we dit ook zo doen met die uitkeringen. Dus we kunnen niet aan de gang blijven, de koolmees heeft een probleem. De gedetineerde moet zelf de uitkering stopzetten. Maar omdat we weten dat dat niet altijd vanzelf gebeurt, ontvangt het UWV dagelijks van de dienst justitiële inrichtingen gegevens over alle nieuwe gedetineerden. Ik vind het een zeer pijnlijk incident weer. Zeker ook in het licht van wat al eerder is gebeurd. We zitten er bovenop, samen met het UWV en samen met de top van het UWV, om dit probleem op te lossen. Zolang wij sociale zekerheidsuitkeringen hebben, zolang wij andere uitkeringen hebben, is er altijd sprake van fraude. En het is altijd zo dat fraudeurs proberen om de gaten van het systeem te vinden, om daar van te profiteren. En aan een organisatie als het UWV is dan de taak om die gaten te dichten, op te treden, hand te haven en terug te vorderen. We zullen vandaag ook een debat aanvragen en ook hier snel met de minister over wisselen. Want op deze manier, dat werkt het natuurlijk bij UWV niet, maar werkt het ook voor al die mensen in Nederland die dit zien. En denken, ja hallo, wat doen we nou? We hebben gevangenen, die betalen wel levensonderhoud en die komen hiermee weg. En UWV staat erbij, kijkt ernaar, heeft de boel niet op orde. Ja, dat is volstrekt onbegrijpelijk.